programma laat zien wat je kunt doen om langer thuis te blijven wonen als je ouder bent. Ja, dat is leuk bedacht, dat lang zult u wonen. Maar zijn mensen er eigenlijk wel mee bezig met waar ze wonen op hun oude dag? Ik ga het ze vragen. Stelt u zich voor dat u 80 bent, waar denkt u dan dat u woont? Ik hoop in de woning waar ik nu woon natuurlijk. Nou, ik hoop nog steeds in hetzelfde huis. Ja. Ik denk dat ik dan ook op dezelfde plek woon. Blijkbaar willen de meeste mensen gewoon thuis blijven wonen als ze ouder zijn. Maar wat kan de overheid hierin betekenen? De belangrijkste trend in de samenleving is eigenlijk dat mensen veel langer thuis willen blijven wonen. Willen blijven wonen? Ja, dat is, die trend is al jarenlang gaande. En dat wordt nu eigenlijk versneld door de overheid door ook de lichtere zorgvormen er nu uit te halen. De zogeheten zorgzwaartepakketten 1, 2 en 3. Daardoor zullen mensen ook nog langer thuis blijven wonen. Als u 80 bent, waar woont u dan? Nou, ik denk dat ik tegen die tijd bij mijn dochter woont of mijn dochter bij mij. Kijk, en weet uw dochter daar ook al van? Nee, dat weet ze helemaal niet. Maar ik heb haar wel gezegd dat ze een groot huis moet hebben. Want dat ze in de toekomst een kamertje van me over moet hebben. Ik heb daar een idee bij dat ik in een huis woon samen met vrienden. Met, allemaal zo rond de 80 dan. En dat we dan met elkaar doen wat we nog kunnen. Dus de leuke dingen vooral met elkaar. En dat we ook elkaar helpen. Ja, zou ik me nou voelen, maar gewoon op mezelf. Maar ja, in de toekomst is nooit te kijken natuurlijk. Zou u eraan moeten denken om in een verzorging in een bejaardenhuis terecht te komen? Liever niet. Dat zou echt alleen maar zijn als het niet anders kan. Ja. En dat is dus ook de trend die je in de bevolking ziet. Maar u wilt niet in een bejaardenhuis gaan wonen? Nou, als dat moet. Maar dat ligt aan de situatie, denk ik. Ik denk dat ik behoorlijk ziek moet wezen, wil ik in een verzorgingshuis liggen. Ik denk niet dat verzorgingshuizen helemaal gaan verdwijnen, maar ze zullen wel veranderen. Ik zie al jarenlang de trend dat verzorgingshuizen zich openstellen voor de buurt. Er zijn aanleunwoningen bijgekomen. Dus het wordt iets van de mensen die er wonen en de mensen die ernaast wonen en ook van de hele wijk. En er vinden allerlei activiteiten plaats. Dat er naast maaltijdverzorgingen en dat je je was kunt laten doen. Maar dat je ook gewoon een gezellige schakelclub hebt met mensen uit het, zowel uit het verzorgingshuis zelf als uit de hele wijk eigenlijk. Het belangrijkste voor ons is te blijven in de sociale omgeving waar we nu zitten. Ja. Daar zijn appartementen, die kennen we dus ook. Alles is gelijkvloers. Er hoeft eigenlijk niet zoveel te gebeuren. Buiten dat er centrale verwarming in moet. En dat er een beetje geïsoleerd wordt. Ik woon in een vrij nieuwe woning. Dus wat dat betreft is die redelijk toegerust op dat je toch wat ouder wordt eigenlijk. Nou, een trapliftje of zo. Een trapliftje, zoiets. Bijvoorbeeld. Ja, we hebben dan uw huis gegrepen in het toilet. Als je kijkt naar alle landen in de wereld, ook van heel Europa, zitten wij echt in de top als het gaat om de zorguitgaven. Maar iedereen weet dat de budgetten bij de overheid onder druk staan. Dat is bij het Rijk, maar dat is bij de gemeente niet anders. Dus we moeten het met minder geld doen. Dus dat betekent dat je op zoek moet naar andere vormen hoe je samen verantwoordelijkheden verdeelt tussen overheid en samenleving. En soms kun je het ook een beetje vreemd vinden als jij je eigen serre betaald hebt en je eigen dakkapel. Dat de overheid dan ineens je douche-aanpassing moet betalen. Dus daar zou je ook andere afspraken over kunnen maken. Het is normaal dat je oud wordt. Het is normaal dat je dan een aantal aanpassingen in je woonomgeving doet en in je huis. Dat je daar ook eigen verantwoordelijkheid voor neemt. Als je tijdelijk ondersteuning nodig hebt, kun je voor hulpmiddelen terecht bij de zorgwinkel. Je kunt bij ons voor een half jaar gratis gebruik maken voor bijvoorbeeld een rolstoel, een trippelstoel, een drempelhulp. Kroeken uiteraard kun je bij ons lenen. En toiletverhogers, noem maar op. Er zijn zoveel dingen die je bij ons kunt gebruik van maken. Een ergotherapeut kan helpen om de hulpmiddelen te leren gebruiken. Wat wij doen als ergotherapeut is een ergotherapeutische intake, waarin we kijken van hoe gaan dagelijkse handelingen bij een cliënt. Waar lopen ze tegenaan? Wat gaat nog heel goed? Wat gaat wat minder goed? En gaan we die dingen oefenen? Of komen we bij de mensen thuis om een huisbezoek te doen en adviezen te geven rondom de inrichting of de veranderingen die ze willen doorvoeren bij hun thuis? Kom even wat hulpmiddelen ophalen voor de cliënt waar ik zo naartoe ga. Ja, en wat heb je nodig? Ik wil graag stel krukken meenemen en het toilet verhogen. In deze winkel kom ik om hulpmiddelen op te halen die ik met mensen wil uitproberen. Of ik heb wel eens een afspraak hier met de cliënt om hulpmiddelen te bekijken of oefeningen te doen. Of ik meld mensen aan voor thuiszorg. Ja, of ik kom hier voor overleg met de verpleegkundige. Mensen kunnen gewoon naar binnen lopen als ze vragen hebben. Hulpmiddelen nodig hebben, daar zijn we voor. En je hoeft helemaal geen lid voor te zijn. Je kunt gewoon bij ons terecht en wordt allemaal geregeld. Dankjewel.
Met een tas omheen of gaat ze wel? We hebben heel veel hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een pottenopener. En dan doe je daar bijvoorbeeld die deksel eventjes erachter en een beetje omhoog. En dan gaat de lucht weg en dan kun je heel gemakkelijk de pot openen. En voor de mensen die bijvoorbeeld heel moeilijk uit de auto kunnen stappen, dat ze niet zo goed kunnen draaien, hebben we daar een draaikussen, een draaischijf. En dat is dus zo'n kussen. Ja, voor ons is dat heel prettig dat het lokaal gevestigd is. We hebben daardoor korte lijnen met de thuiszorgwinkel, maar ook met de thuiszorg zelf. Je kunt snel even binnenwippen om iets op te halen of om iets te overleggen. Ja, persoonlijk contact is toch altijd prettig. Gisteren heb ik een meneer gehad die problemen had met de uitvoer van dagelijkse activiteiten in huis. Die vraagt mij om mee te kijken van goh, hoe kan ik nou thuis nog het koken blijven doen. Hij gaf zelf wel aan dat het stukje langer staan voor hem een probleem is. Dus ik verwacht dat we richting een staarhulpmiddel of een aanpassing van de keuken gaan komen. Bijna alle dorpen of steden hier in Overijssel zijn wel ergotherapeuten werkzaam. Dus het is in principe even op internet zoeken of in de plaatselijke telefoongids kijken. Succes ermee. Dankjewel. Doeg. Tot volgende keer. Fijne dag nog. In Ommen is een bijzonder wijksteunpunt opgezet, waar omwonenden gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het woonservicecomplex. Ze kunnen er ook deelnemen aan activiteiten en aanschuiven bij de maaltijden. Ze wonen zelfstandig in de wijk rondom dit gebouw. En een deel woont in dit gebouw, want dit is een serviceflat. Ik woon niet in dit gebouw. Ik woon net een straat verderop. Ik ben dus een van de buurtbewoners die gebruik maakt van de buurtkamer. Het is een seniorenappartement. Waar dus de reguliere bewoners noemen, zoals mensen echt, zoals ik. Er wonen hier mensen met zorg. En er wonen mensen van begeleid wonen. Alles door elkaar. Niks op een rijtje neergezet of wat dan ook. En dat werkt gewoon goed. Je hebt alles bij de hand. Je kookt zelf, doe alles zelf. Dan doen ze mee aan de activiteiten. Of nemen deel aan de maaltijden en gaan daarna weer naar huis. En dan wordt er heel gezellig gekletst, maar vooral ook dingen gemaakt. En die uiteindelijk voor het Rode Kruis zijn. En dat geld wordt dan weer besteed voor de voedselbank. Dus het is niet alleen het gezellig bezig zijn met elkaar, het praten met elkaar. Maar je doet ook nog wat nuttigs. En dat is voor veel mensen een heel prettig idee. Ik help de afdeling recreatie mee met verspreiden van folders, ophangen van affiches, een beetje hand- en spandiensten. Ja, als je over de gang loopt weer met affiches in de handen, dan komen ze achter jou, heb je weer wat nieuws. Dit is dan bijvoorbeeld een van die foldertjes die wij dus rondbrengen. Waar dus de activiteiten in staan van de hele week. Het is gewoon heel leuk werk om te doen. En dankbaar werk dus. Gelukkig heb ik het. Ik zou niet weten hoe het er dan uit zou zien. Vrijwilligerswerk is altijd goed. Men had het over de participatiemaatschappij. Nou, daar zijn wij hier al tijden mee bezig. Ik zeg, hier kunnen we altijd op een beroep op doen. Alleen je moet niet vragen aan hem of hij koffie komt drinken. Nee, want daar heb je geen tijd voor. Ja. Zoals vanmiddag breng ik een mevrouw mee. Die woont twee deuren bij mij verder. En die is 85 en die komt never nooit de deur uit. En vandaar is dat ik haar meeneem na dit breien. Doet ze misschien 3 naalden, maar dat maakt niet uit. Ze is eruit, ze praat, ze doet en ze is weer 2 uur uit huis. En je ziet dus uit die dingen, dus leuke vriendschappen ontstaan. Dat er mensen zijn van buitenaf die kennis maken met iemand hier. En die bijvoorbeeld 1 keer in de week samen gaan eten hier beneden in het restaurant. Maar er zullen andere mensen zijn die net als ik alleen wonen en die zich wel eenzaam voelen. Dat voel ik me gelukkig niet, nog. Misschien komt dat ooit eens, maar nog niet. En dan is het heel prettig om te weten dat je hier naartoe kunt om te praten, om een kop koffie te drinken en mee te doen aan de gezellig of gym of zingen of whatever. Ik denk wel dat het eenzamer zou voelen als er dus niets te doen was hier bij. Er is voorlopig nog genoeg te doen.
aftraplift betalen. Ik hoop dat er dan nog een instelling is die mij daar een handje mee, of een stukje mee op weg wil helpen. Maar ik zie dat de verzorging staat zo achteruit, holt dat daar geen geld meer voor mij is. Op zich denk ik dat de eerste verantwoordelijkheid bij mensen zelf ligt om dit soort dingen te realiseren. Maar goed, ik kan me voorstellen in situaties dat mensen het niet kunnen betalen of door andere omstandigheden. Ja, dan zou het voorstelbaar zijn dat de overheid dan bijspringt. Ook al omdat de alternatieven vaak veel duurder zijn natuurlijk. Hè. Kijk, als mensen opgenomen moeten worden in instellingen, ja, dat kost vaak veel en veel meer dan dat ze toch zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Er wordt meer van de samenleving gevraagd als het gaat ook, denk je nou over je eigen oude dag na. Je kunt je hele leven aanzien komen dat je een keer oud wordt. Dan heb je ook zelf nagedacht, hoe doe ik dat dan in huis met de rollator? Of hoe kom ik straks boven als ik moeilijk ter been ben? Zolang we niet hulpbehoevend zijn, vinden we dat onze verantwoordelijkheid. Ja, ik vind dat de overheid er wel wat in moet doen, want ze zijn een verzorgingsstaat. Dus ik vind dat ze dat wel overeind moet houden voor de mensen die het uiteindelijk niet meer zelf kunnen betalen. Voor mensen die nu al gespaard hebben en dat denken dan te kunnen gaan opmaken. Nou, dat moet gewoon ook opgemaakt worden aan je eigen verzorging. Ja, dat geloof ik zeker. Ja. Kijk, op het moment dat je een miljoen op de bank hebt staan en je hebt huishoudelijke hulp nodig, nou, dan vind ik best dat je het zelf mag betalen. Als je het nodig hebt. Maar als je het nodig hebt en je hebt een minimaal inkomen en je moet daar minder door gaan eten, dan zeg ik, hey, dat is ook onze taak van ons allemaal. Betekent dat dan dat wij uiteindelijk allemaal verplicht mantelzorger moeten worden? Ja, verplicht mantelzorg vind ik een beetje bijzonder. Want kunnen we in uw situatie nou niet een goed plan maken, waardoor het niet zo'n automatisme is van de overheid regelt het wel. Hè? Van, ja. Waar heb ik recht op, is nu de vraag. En straks wordt meer de vraag van wat heb ik nodig. Stel je voor dat er van jou, van jullie verlangd wordt dat je voor je ouders moet gaan zorgen als ze ouder zijn. Wat vind je dat? Ja, ik zou het wel doen, maar niet dag in dag uit of zo. Het lijkt me vreselijk dat ik bijvoorbeeld mijn kinderen moet verplichten om mij te verzorgen, terwijl zij aan de andere kant van Nederland wonen, hun eigen gezin hebben. Ik ga niet, als ik later oud ben, voor mijn ouders zorgen. Dat ga ik niet doen. Verplicht gaan mantelzorgen. Hoe staat u daarin? Nou, als alles wat verplicht is, vind ik heel vervelend, maar ik snap het wel. En dat ga ik ook echt wel doen. Ik denk dat het heel broos is. Dat misschien een 10-15% van de mensen dat aan kan en de ander er niet op ingesteld is en ook de verantwoordelijkheid misschien niet eens kan dragen. Het leukste zou zijn als men het voor mij doet. Maar als het van mij verwacht wordt, dan ga ik dat wel doen. De vraag is wat je onder mantelzorg verstaat. Er is zelfs een wethouder geweest die vond dat je buurvrouw kon gaan wassen. Ja. Ik bedoel, dat iedere privacy is dan verdwenen, dus dat kan helemaal niet. U gaat niet uw buurvrouw wassen? Nee, ik denk ook niet dat ze dat zou willen. Dus wat dat betreft. Het ligt aan welke buurman. Ja, dat begrijp ik. Mensen zijn verder uit elkaar gaan wonen, gezinnen. De arbeidsparticipatie van vrouwen is heel erg omhoog gegaan. Mensen hebben veel minder kinderen dan vroeger. Dus in die zin vind ik het wel spannend dat de overheid in een zeer korte tijd taken teruggeeft aan de samenleving. Die eigenlijk in jaren tijd heel erg zijn veranderd. Daarom zeg ik wel eens, hoe krijgen we het dorp nou weer terug in de stad? Ja. Dat het normaal is dat je naar elkaar omziet. En dat functies van welzijnsorganisaties, maar ook thuiszorg zo gaat, dat je ook verbindingen tussen mensen gaat leggen. De afgelopen weken zijn er veel inzendingen binnengekomen voor de prijsvraag voor het beste lang zult u wonen idee. In deze aflevering komt de jury bijeen om de winnaar van de juryprijs te kiezen. Ook wordt de winnaar van de publieksprijs bekendgemaakt. Ik heb eigenlijk gekeken naar twee dingen. Dat is het gamen voor een langer leven thuis. Waarom? Omdat het bevordert vitaliteit. Mm-hmm. En vanuit vitaliteit blijf je fit en blijf je actief. Mm-hmm. Blijf ik geestelijk goed bij. Dat bevorderen wij ook graag. Dat stimuleren wij ook graag. En de tweede die je in de hand hebt? De tweede heb ik eigenlijk gepakt. Omdat ik hem heel innovatief vind. Een soort föhn benoemd. Okay. Met die aangedreven van de straalkachel. Ik vind dat wij veel verder gedacht een stukje de motorkaart niet. De rollator stofzuigen. Ja. Ik vond het heel leuk ontworpen eigenlijk. Ja. Ik vraag me alleen af, als ze dan zo'n stofzuiger erbij op hebben zitten, dan leek me het raar als je daarmee ook naar de supermarkt gaat. Ja. Maar goed, ja, de motorka is natuurlijk core business op dit moment. Hier hebben we degene van de tabletten met de armband die
een seintje geven van, joh, je moet je tabletten nemen. Dat vind ik een super idee. Het knopje is geïntegreerd, dus ik heb het idee dat echt... Sonja, als ik het goed heb, ben jij ergotherapeut. Dus met die bril op heb jij ook gekeken natuurlijk naar al deze dingen. En waarom heb jij dit dan gekozen? Nee, ik heb gekozen voor domotica. Je kunt een hele kleine facetten nu al vrij makkelijk toepassen. Bijvoorbeeld mensen die 's nachts naar het toilet gaan, van zorg dat er een lampje aangaat op het moment dat je uit bed stapt. Hangen aan een gevel, hangen aan een gevel is natuurlijk wel een probleem. Ik vind met name de click unit vind ik een hele goede ontwikkeling. Click unit, dat is dus dat er een deel aan je huis gebouwd gaat. Ja, je moet rekenen, ik heb een bestaande woning in dit geval. En de behoefte aan een slaapkamer en de badkamer is daar. Ik ga die unit achter de woning plaatsen. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Die is meest uitvoerbaar, geeft ons voor weinig opbrengst. Ik hoor net zeggen, het wordt nog lastig. Ik wens ze veel succes. Commerciële stopcontact. Het meest uitvoerbare vind ik de plantulet. Ja, kijk, dit stimuleren we natuurlijk bij iedereen. Ik ga met je mee. Ik zou ook de plantulet. Na lang en intensief juryberaad, Sonja, maar jullie zijn eruit, geloof ik. Inzendingen waren best wel divers, vond ik eigenlijk. En het ging ook wel over en weer. Sommige dingen bestonden al, andere dingen... hadden ze van dat is praktisch of dat gaat problemen opleveren of daar zien we geen doelgroep voor. Mm-hmm. Uiteindelijk, dit idee hebben we in eerste instantie, bleef het een beetje aan de kant. En op een gegeven moment maar dit is eigenlijk wel het beste idee. Laat me kijken, wat is het geworden? We hebben een keuze gemaakt. En de keuze is gevallen op de Plenty LED. Nou, wij vinden dit wel een heel praktisch onderdeeltje van domotica. Het stukje LED-verlichting, wat je kunt gebruiken om een stukje veiligheid te creëren. Bijvoorbeeld het slot, van is dat open of dicht? Dat kan in combinatie met de LED-verlichting kun je dus zien of je de deur op slot hebt gedaan of niet. Maar dat kun je klein, maar je kunt het ook groter. Dus afhankelijk van welk pakketje je aanschaft. Sommige mensen vinden het ook gewoon mooi, een stukje verlichting, om dat te zien. De juryprijs gaat naar Ruben van der Sleen met zijn Plenty LED. En de publieksprijs is gewonnen door Marcel Berwanger met zijn medicijndispenser. Gefeliciteerd. Gratulieren. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Lang zult u wonen. Wilt u nog meer informatie over wat u kunt doen om langer thuis te blijven wonen? Kijk dan op de website www.langzultuwonen.nl voor handige tips en uitvoerige informatie.